Nou, dames en heren, we gaan weer een kleine mini-tour en we gaan weer een klein weekendje weg. En dit keer gaan we naar Brussel, dus blijf vooral kijken naar deze leuke video. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden deze mini-serie te bekijken. Veel plezier! Voor 3 dagen is even Jelle opzoeken, vet gezellig, even Brussel onveilig maken. Ik zit nu te wachten op de Thalys die rechtstreeks naar Brussel gaat, dus het moet over 10 minuutjes zijn of zo. Dus let's go dan maar. Hey Maatje. Alles goed? Ja, lekker. En daar zijn we dan in het fucking mooie Brussel. Met Jelle in zijn kot, zoals we dat hier noemen. En ga even iets mooi van Brussel veilig maken. Oh ja, en niet te missen in België. Bier Stella. Drinken. En Stella. Bier drinken en Stella gewoon, ja. Chill. En we zijn nu in Brussel. Nog steeds natuurlijk. En we zijn nu even... We zijn even de hort op gegaan, toch? Dus eventjes Brussel onveilig maken. Natuurlijk. Ja, tuurlijk! En hier kan het gewoon. Biertjes op straat is hier geen probleem. Ik weet niet meer. Wat is het ook alweer, Jelle? Wat? Voor de bevrijding. Oh, nu staan? Ja. Het is eigenlijk aan de Chekantenerg. Dus dat is een triomfboog, noemen we dat in het Nederlands. En dat is gebouwd ter ere van de 50-jarige onafhankelijkheid van België. Oh. Oh ja, dat zei je net, ja. Best leuk. 73 hebben we het. Ja. 88. Zo, klonk het een ezel heel even, hoor je dat? Heel even kort, klonk het een ezel het geluid. Oh, nice. We zijn dus even Brussel ingegaan. Want ja, wat gaan we doen? Een beetje sightseeing. Want ik ben hier vorige keer ook geweest, maar ik heb nog niet alles gezien. Dus nu even meer kijken. De vorige keer was ik gewond, toch? Ja, ik was, ik was zwaar gewond. Nee, grapje. Daar heb je M7 van het leken. Oh, gaaf. Wat gaat hij doen? Klimmen. Gaat hij klimmen? Nou, gaat lekker hè, jongens. Mm-hmm. Hey Henk, ik moet zeiken. Maar je kan hier echt nergens zeiken. Het is veel te open hier, man. Wel op zich een chill parkje inderdaad. Dus gewoon, hier kun je gewoon lekker wel chillen, hoor. Ja, sowieso. Ik kom net zojuist het meest gekke toilet tegen wat ik ooit kan vinden. Met fucking zaagsel. Dat moet je gebruiken om door te spoelen. Oké. Hoofdstad van Europa. De Wetstraat. Verderop. Woehoe. Wow. Europese commissie. Oh, wow. Dus hier is, daar is het... Daar is het Europees parlement of niet? Dat is de Europese commissie. Commissie? Kan je daarin gaan, het Europees parlement? Ja, sure. Trouwens. Jezus. Mooi.
Nou, Europees Parlement, dames en heren. Hoofdingang van het Europees Parlement. Hier gebeurt het allemaal in Europa. Of niet? Ja. Of juist niet. Hier hebben ze bepaald dat wij allemaal van die vieze plaatjes op onze pakje sigaretten moeten hebben. Hier hebben ze bepaald die plaatjes. Die vieze plaatjes, joh. Oh. Dat hebben ze hier bepaald. Ah, op die manier. Zeker. Wat jammer weer. Op zich trouwens, ik spaar die plaatjes. Nee, je hebt wel van die mensen, ik werk nu bij Tankstation. Je hebt nu wel echt van die mensen die je gewoon vragen om verschillende bepaalde plaatjes. Oh, ja, die heb ik al gehad. Ik wil die dode man. Geef me die dode man maar. Ja, serieus, ik had het laatst eentje. Geef me die dode man maar. Ja, ik haat die met die voeten, man. Die is echt gooi, jongen. Die tanden in die mond trouwens ook. Oh, die is een vies, ja. Nee, ik wil die met het kind hebben. Die vind ik leuk. Ja. Die hebben zo'n sigaret tegen. Ja, die is goed. Kijk wat eet je dan. Nou, goeie. Lust wel wat. We gaan even Brussel in, want ik wist het niet. Die is dood, hè? Het zijn allemaal gejat, hoor. Het zijn allemaal gejat, inderdaad. Het zal wel duur zijn. Ja, dit valt nog mee. 1800 voor een horloge. Wat? 1800. Oh, 1800 maar, joh. 4000. Maar deze valt nog mee. Ik heb daar een Rolex gezien voor 95.000. Ja, 95.000? En die was roze en lelijk. Roze en lelijk. Ja, lelijk. Mooi roze is niet lelijk. Nee, maar die was lelijk. Ja, nee, snap ik. Nou, dat is wel ziek, joh. Wow, what the fuck? Wat is dit dan? Dit is hard. Holy shit. Ziek. Oh wow. Is dat hoofd van chocola? Oh wow. Oh. Damn. Holy shit, man. Ja, eén keer heel warm weer en het ding is weg. 21 euro voor dat doosje. 21 euro. Oh shit. Klein kut doosje. Eén keer de airco die kapot is en heel warm weer en het ding is weggesmolten. Ja, 33 euro. Koekoek. Wat? Wat zit erin? Goud? Nee, dat zijn wel zieke paralines, handgemaakte zin natuurlijk. Ja, oké. Okay. Lekker. Fucking ziek, ouwe. Nice. Oh. Ben je dat ik aan het toonen met de dag erop? Ja, ik ben ervan niet. Kom dan eten, jongen. Kom dan eten. Ik weet het. Hier eet alleen toeristen. Geen enkele toeristen. Je ziet het ook echt, ja. Mm. Dat zie je ook gewoon gelijk. Mooi straatje, dat. Dat wel. Er zijn ook goede restaurants, daar zit daar niet van. Er zitten een paar met de Michelinster. Oh, hier is de Lyrium. Kom maar, ja. Ja, ja, dat is hem. Oh, ga ik gelijk even een vrouwtje filmen. Ja, sure. Ik dacht wel, ik herkende het al. Voor mij waren we wel vorige keer over deze straatje gelopen. Dat zou je heel goed kunnen. Ja. Delirium. Het café met een Guinness World Record op zijn naam. Café. Vijf cafés. Vijf cafés met gezamenlijk één groot ding met een Guinness World Record op zijn naam. Namelijk voor meeste bier op voorraad, toch? Ik ben er ook druk bij, hè? Oh shit. Daar is ook nog 300 cafés en daar ook een spier. Met meeste bieren op voorraad, toch? 2004. 2004 bier? Oh, hier. Commercial available was 2004. 2004 beers. Ai, fucking lekkere burger pick. Holy shit, man. Daar ga ik even van genieten. We zitten weer aan het bier. Ha, bier. Ben je tevreden met de snelheid van je bestelling? Nooo. Dit is echt de hemel. Holy shit. Jezus, Jelle. Oh. Hier is Westvleteren? Ja, 12,95 staat hier. Oeh, kom maar aan, hoor. Holy shit. Oh nee, je had een andere gedachte.
12,95. Kijk, die is schappengek. Gigantisch, hè? En ook perfect neergezet. Ja, ja, ja. Jezus. Het gaat echt een wereld voor me open, joh. Holy shit. Ja, maar bijna niemand kent deze winkel, dat is lekker. Hoeveel Chimay's hebben ze hier? Chimay. Sorry, Chimay. Maar er komt geen hond hier. Ja, dat is ook wel fucking duur. Hé, heb je hier cactus? Ja. Die zal die ongetwijfeld tussen staan. Nou. Het is wel fris. Oh, ja, klopt. Niet. Chocolate die we nog eens gehad hebben. Het is wel duur, hè? Maak ze een herrie, die grappies. Wat? Echt gewoon in deze straat, gewoon een steegje, waar je geen inkomen voor een café. Vet onbekend. Dit vind je toch nooit zomaar? Gewoon een steegje en daar achter het cafeetje, dan moet je helemaal gaan zoeken. Je zou bijna denken dat je op iemands privéterrein loopt. Dicht? Ze zijn dicht? Ja. Nee joh. Maar als je zo'n steegje loopt, dan zou je toch echt verwachten dat je in iemands tuin aan het lopen bent? Je hebt er meer of een steegje, dus we gaan even andere zoeken dan. Cool. Ah. Weer zo'n zijstraatje. Waar we ingaan. Je zou het niet verwachten, maar er zit gewoon een café achter. En dan heb je meer van die straatjes hier in Brussel. Oh, wauw. En daar is dan een cafeetje. Is ook een café? What the fuck? Wauw. Blijft zo'n cafeetje bij jou, Noob? Ja, ja, maar het is al handig in de sfeer. Shit. Hihi. Ja? Oh. Dit is toch schattig? Dit is heel schattig. Dit is toch schattig? Nou, we zijn dus een cafeetje beland in zo'n zijsteegje waar jij net over had de hele tijd. En het is fucking schattig hier. Dit is toch top. Dit kom je echt niet zomaar tegen, weet je wel. Dit is leuk. Dus tijd voor bier. En we zitten weer lekker aan de pilsies. Hey. Geen pilsen, hey. Aan het bier. Hey. Oeps. En nu is het cheers. Wow! Cheers. Deze is echt zuur. Wat vind je? Ja, het is zuur, ja. Ja, ik vind het wel wat hebben, ja. Ja? Ik vind het wel. Het is even wennen. Oh, ik zeg niet van of jij het er niet van, maar... Het is goed, hè? Waarom smaakt het naar pasta? Hé, hey, het smaakt... Wow! Het is wel heel goed bier. Het smaakt naar pesto, ouwe. Het is wel heel goed bier mee te koken, trouwens. Ja, geloof ik. Het smaakt echt een beetje naar pesto. Het is lekker, hè? Mm-hmm. Nou, prima. We hadden een, een geuzentour gedaan. Dat is een tour met dit soort dieren. Dus het is een... dit is echt een biersoort, zeg maar. Lekker, man. Ja, toch? Nou, cheers, man. Fucking chill. We zijn echt met zin in de cheers. En we zitten weer bij café nummer... Hoeveel? 3? 4. Dat is ook weer een geinig cafeetje. Het is allemaal van die binnenstraatjes weer. Dat is leuk, echt tof. Schattig cafeetje dan. Herten, joh. We hebben weer een lekker cafeetje gepakt, zoals je net hebt gezien. Nu even Brussel by night. Zo meteen terug naar het kot. En dat is dus in Belgisch, Vlaams, sorry. Oeh, ik ga bijna mijn bek. Oh, studentenkamer. Even nog thuis, bij jou thuis even een biertje drinken. Chimay. Sowieso. Een hele fles Chimay, godverdomme. Alsof we nog niet genoeg dronken hebben vandaag, hè? Maar zo hoort het hier wel. Ik ga gewoon op het gemak drinken. Gaan we gewoon even iets chills kijken of zo, iets links kijken. Ja, goeie. Douchecabine, jongen. Ik ga trein. Oh, jezus. Nee. Jawel. Doe dit. Hola, ik ben de Japaner. We zijn even langs een nachtwinkel geweest. Chippy gehaald. Bier voor Jelle. Dit keer, ik drink altijd bier, maar... Ik ben helemaal bier op ineens vandaag. Ja, Jelle lacht me de hele tijd uit. Maar als je even verplaatst, als je kunnen verplaatsen. Het zou echt fijn zijn. Nee, maar ik heb het daar straks had ik het ook al. Toen was het weer even weg en nu komt het twee keer zo hard terug. Ik ga zeker water drinken zo. Ik ga zeker water drinken zo. Ik heb Jelle vergast. Ik zal het wel filmen. Volgende trots.
Ja, dat boeit me echt heel weinig. Oh, die is echt tof, hé. Oh, dat is inderdaad geen shotglaasje, nee. Terug op kot. Denk. Eens even... lemmers kijken of zo. En toen zat er weer lekker een einde aan deze dag. Tot morgen. Oh, dat is geen Nee joh. Slaap lekker. Ja, we slaap al.